In de strijd tegen COVID-19 is het van belang dat door middel van maatregelen de samenleving beschermd wordt tegen besmetting met het virus. Naast de algemene maatregelen, te weten mond- en neuskap op, handen wassen en afstand houden, zijn er ook richtlijnen voor het ontplooien van activiteiten en het zich begeven over straat. De COVID-brigade van het Korps Politie Suriname blijft onvermoeid toezien op de naleving van deze maatregelen. De communicatiedienst Suriname ging op stap met de ordehandhavers. Tijdens de handhaving worden verschillende buurten aangedaan. De COVID-19-brigade begaf zich op vrijdag 30 april naar de resorten Welgelegen, Tamega en Paramaribo Centrum voor de reguliere toezicht op naleving van de COVID-19-maatregelen. De ernst van de COVID-19-pandemie, waarbij vooral nieuwe varianten voor snelle verspreiding zorgen, dringt echter niet tot een ieder door. Zo blijken burgers steeds weer de lockdown te overtreden door zich op straat te begeven zonder de nodige toestemming. De COVID-brigade moet ook optreden tegen personen die zich in groepjes in of buiten gebouwen ophouden. Alle overtreders worden meegenomen naar het politieopleidingscentrum. Naast het monitoren van de COVID-maatregelen ziet de brigade ook toe op de algemene onderhandhaving.